Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors. Smiley risicovol en Gomez moet profiteren met Muriel en Pasalic. Nou, hier laten ze een wenkende kans onbenut, die van Atalanta. Na een fout van Smiley. Tete. Maar al veel volk van Atalanta teruggeplooid. Ook Shakhtar stuurt wel wat volk mee naar voren nu met Tyson. Vindt het Tete. Voorzet voor Junior Moraes. Flinke parade van Pierluigi Golini. Tikt die bal daar van onder de lat. Hij stond toch weer op de juiste plek. Junior Moraes tussen twee man. Kan hij daar naar doel koppen? Net onder de lat. De bal was erin geweest hoor. Atalanta probeert geduldig te zijn en ook geduldig op te bouwen. Gomez door naar Gosens. Gomez opnieuw. Oké, goed samenspel tussen die twee. Luis Muriel, Gomez en de kans en de goal. Timothy Castagne. Buitenspel. Alweer een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Dit vind ik geen buitenspel. Daar mag de VAR anders over oordelen. En ik denk dat Castagne ook van achter de bal kwam. Timothy Castagne wacht bang af. Doelpunt. Jawel, zie je wel. Goede beslissing alweer van de Duitsers. Doelpunt Castagne. Hij brengt Atalanta op voorsprong. En we hebben nog een halve helft te gaan. Driekwart wedstrijd zit erop. Timothy Castagne. Het is zijn eerste in de Champions League. Niet onbelangrijk. Freuler moet zich een beetje inhouden. Moet hij maar steun krijgen van de anderen. Zwaaier liet verder spelen, terwijl Freuler daar is blijven liggen. Wat heeft de grensrechter gezien? Oeh, rood. We gaan een rode kaart krijgen. Dan zakt daar toch in de problemen. Ze hebben genoeg aan een doelpunt. Maar ze hebben nog maar 10 minuten meer. En Atalanta blijft ook wel komen. Scherp. En hij gaat erin. Ja, niet meer aangeraakt. En het is 0-2. Malinowski. Het is over en uit, denk ik, voor Shakhtar. We gaan weer door moeten naar de Europa League. Palacis krijgt doelpunt op zijn naam. Castagne tegenover Ismaili. Malinowski komt helpen. Hier is Junior Moraes en Ismaili. Goeie trap. Bovenkant lat. En misschien nog een derde goal. Gosens was er dichtbij.
En daar is de 0-3. Dankjewel. Stepanenko geeft Gosens daar nog een geschenkje. En een minuutje voor afluiten is het helemaal over en out. Voor Shakhtar moet Kelk tot op de bodem ledigen. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.